Hartelijk welkom in de Nieuwe Poort. Mijn naam is Ruben van Swieten en ik ben de initiator van dit huis van ontmoeting, diepgang en inspiratie. En vandaag dus Jan de Ruiter. En we hebben een beetje gesproken van tevoren. Maar hij droomt van de eerste vrouwelijke premier van Nederland. En hij droomt van een vrouw die het niet houdt bij de status quo, maar op een of andere manier durft te gaan naar een mooi en een beloftevolle toekomst voor iedereen. Ze had er toch wel een beetje tegenop gezien. Hard gewerkt, het land in geweest, op markten gestaan, folders uitgedeeld en zich laten zien in talkshows waar zij eerder het bestaan niet van vermoedde. Maar nu leek zij toch haar doel te bereiken. Althans, als de door Maurice de Hond gehanteerde onderzoeksmethode nu eindelijk eens betrouwbaar zou blijken te zijn. Het is als een voetbalwedstrijd tegen de Duitsers, mompelt ze tegen zichzelf. Je hebt pas gewonnen als ze in de bus naar huis zitten. Hoe toepasselijk was dit op de verkiezingen van 2016? Maar met het bereiken van haar doel kwam ook de verantwoordelijkheid dichterbij. Kon zij het wel? Mannen hadden meer bravoure, leken eigenlijk nooit te twijfelen. Maar goed, daar stond dan tegenover dat het trackrecord van haar voorganger ook niet heel inspirerend was geweest. Toch opmerkelijk dat het toch nog een close finish zou worden, terwijl zij de enige vrouw was die meedeed. Als de zittende macht opnieuw gekozen zou worden, zou dit wel een heel opmerkelijke interpretatie zijn van de slogan Never change a winning team. Waarom waren we toch allemaal zo bang voor het nieuwe? Dat had zij natuurlijk ook wel. Openlijk mocht ook zij niet twijfelen, maar in de bescherming van het huis deed zij dit natuurlijk wel. Ze had wel eens gelezen dat grote leiders altijd twijfelen, wikken en wegen en uiteindelijk pas een besluit nemen. Nou, als dat waar was, dan zat het met haar wel goed. En het was toch geen kleine baan. Niet iedereen was het met haar eens en eigenlijk, als ze heel eerlijk was tegen zichzelf, was haar overtuiging over de richting die zij moest gaan veel minder sterk dan de overtuiging dat blijven op de huidige plek, het handhaven van de status quo dus, zeker geen optie was. Juist die laatste overtuiging had meer en meer aan kracht gewonnen. Stilstand is immers achteruitgang. Maar ze had toch moeite om de bekende stip op de horizon te definiëren. Althans, in zodanig duidelijke en begrijpelijke bewoordingen dat zij deze goed over de bühne zou kunnen krijgen, zonder dat de echte, diepere betekenis verloren zou gaan. En daarnaast moest de boodschap in de tijd van Twitter en Facebook natuurlijk kort, helder en krachtig zijn. Liefst nog met enige alliteratie. Kortom, het moest lekker bekken. Waar is de tijd voor de inhoud gebleven? Wie had dan bedacht dat meningen over gebeurtenissen bij voorkeur binnen 30 seconden op het internet moesten staan? En dan graag zonder enige vorm van nuance. Moest zij bijvoorbeeld meegaan in een recent in de financiële sector populair geworden trend om in de huid van je zus te kruipen en de video dan op YouTube te zetten? Ze glimlachte bij de gedachte en besloot die troef voor een andere gelegenheid te bewaren. Als prominent lid van de gevestigde orde sprak ook zij mee over grote veranderthema's die feitelijk beschouwd meer hadden van oude wijn in nieuwe zakken. Verandering met als doel om de status quo te handhaven. Om de mensen die meer te verliezen hadden dan te winnen uiteindelijk toch in hun comfortzone te houden. En daarom heet het zeker ook de gevestigde orde. Gevestigd in de betekenis van gangbaar of onveranderlijk. En het was natuurlijk ook lastig. Heb je net lekker alles voor elkaar en dan komt iemand je vertellen dat je je verworven rechten los moet laten voor een onzekere stip op de horizon. In het verleden was zij ook op leadership journeys geweest met als doel om buiten de comfortzone te treden, elkaar beter te leren kennen. Ze kon niet ontkennen dat dat inderdaad enige, zij het tijdelijke, impact had gehad. Maar dat daarna, gelukkig misschien wel, alles weer snel bij het oude en vertrouwde was gebleven. De sleetsheid van het dagelijks leven had inmiddels diepe groeven gegraven. Maar nu ging zij meer en meer twijfelen aan dat standpunt. De reden lag in het feit, tenminste zij dacht dat het een feit was, dat alles minder makkelijk leek te gaan. Dat bestaande structuren
niet langer de gewenste resultaten leken op te leveren. Dat de gevestigde orde de problemen niet leek te kunnen oplossen. Dat er iets krampachtigs over de samenleving was gekomen. De vanzelfsprekendheid dat het de volgende generatie beter zou gaan, leek ook niet langer te bestaan. Tenminste, op de basis van de welvaartsdefinitie van diezelfde gevestigde orde. Een gevoel dat een nieuwe tijd wilde aanbreken, maar nog niet werd toegelaten. Dat er iets stond te gebeuren, zoveel was wel duidelijk. Recent was er zelfs een spiritueel centrum geopend in het financiële district van Amsterdam. Toch ook een teken van de nieuwe tijd. Was zij dan de enige die deze omslag voelde aankomen? Was zij daarom zo gedreven om door het hoogste ambt na te streven deze verandering in goede banen te leiden? Was zij de persoon die op een overtuigende manier de status quo kon bewegen? Bewegen in de meest letterlijke zin van de betekenis van het woord, namelijk gaan. Lag de oorsprong van de aanstaande omslag misschien wel in de discussie dat rampspoed ons deel zou worden als wij onze samenleving niet meer sustainable zouden inrichten? Zat inmiddels een grondige hekel aan dat woord. Het werd in de media als het eigendom gezien van haar concurrenten, terwijl ook haar partij toch het nut en noodzaak zag van een duurzame samenleving. Wat was het toch irritant dat bepaalde groepen meenden een monopolie te hebben op iets wat ons allemaal aanging. De meningen waren nog nooit zo verdeeld geweest in het land. Een trend die overigens waar te nemen was in vele plekken in Europa. Zelfs in het behoudende Engeland was er inmiddels een coalitieregering aangetreden. Uitslagen van verkiezingen waren niet overtuigend de een of de andere kant op. Niet in Europa, ook niet in de Verenigde Staten. Eigenlijk, dacht zij cynisch, was alleen de uitslag in Rusland nog echt goed voorspelbaar. Haar conclusie was dan ook dat het ontbrak aan die stip op de horizon. Voor de Bijbelvasten onder ons de ster aan de hemel. De verwijzing naar het beloofde land. Het zou moeilijk worden om een koers te varen die kon rekenen op de instemming van de meerderheid. De cacophonie van meningen en oplossingen waren naar haar mening symptomatisch voor een dieper liggend probleem. Ze was er zelf nog niet helemaal uit wat dit probleem dan precies was, maar naar haar idee had het te maken met een sterk toegenomen, bewust of onbewuste, afkeer van risico. Vroeger, op school nog, werden de stoere verhalen verteld over hoe dit land groot was geworden. Hoe ook haar voorouders de hand aan de ploeg hadden geslagen en waren begonnen aan de taak om een betere wereld voor henzelf en hun kinderen te creëren. Natuurlijk, dat was niet altijd even zachtzinnig en met respect voor de ander gegaan. En om nu te zeggen dat juist die tijd een toonbeeld was geweest van inclusiviteit en welzijn voor allen, dat ging natuurlijk ook veel te ver. Maar die can-do-mentaliteit van destijds bewonderde zij wel. Waar was die laten we ervoor gaan houding gebleven? Of was deze slechts in haar perceptie verdwenen? Keek zij gewoon niet goed genoeg? Was dat het bewijs dat ook zij inmiddels een stabiel lid was geworden van de gevestigde orde? Of lag het aan het feit dat zij af en toe een melancholische bui had? Of aan het feit dat een van haar voorgangers ooit geroepen had dat de VOC-mentaliteit weer moest terugkeren? Een statement die maar bleef na-echoen in haar hoofd. Nu het leek dat zij op het punt stond om diezelfde functie te gaan vervullen. Misschien moest zij de allegorische persoon van Potgieter er maar bij halen. Dat diende dan mooi twee doelen. Ze laten zien dat ze toch niet zo dom was als waar sommigen haar voor uitmaakten in de media. En het beschreef aardig de situatie om haar heen. Ingedut en wat initiatiefloos. Eindeloos discussiëren om uiteindelijk de grote vraagstukken door te schuiven naar de toekomst. Ze schudde die gedachten van zich af. Er was daadwerkelijk iets aan de hand. Zij stond op een kruispunt en moest kiezen in welke richting zij zou gaan. En, belangrijker nog, hoe zij het voor elkaar kon krijgen dat meer en meer mensen met haar op weg wilden gaan. Immers, het land stond ook op datzelfde kruispunt en was dringend op zoek naar een nieuwe balans. Een nieuw evenwicht tussen welvaart en welzijn voor iedereen. Het kon toch niet zo zijn, dacht zij,
dat het begrip all-inclusive slechts voorbehouden was aan de happy few. Laten we zeggen aan de bezoekers van Club Robinson. Allemaal een linnen bandje om de pols om aan te geven dat je erbij hoorde. En een grote muur om het park om de happy few te scheiden van de unhappy many. Het zou maar eens te gezellig kunnen worden bij het zwembad. Een balans die de verhouding tussen de haves, de mensen met wie het goed ging, en de have-nots, de mensen met wie het minder ging, deels te herstellen. Nivelleren was niet de oplossing. Daar was zij wel van overtuigd. Het probleem lag meer in het feit dat de samenleving steeds minder bereid leek om te willen delen. Een bekend ondernemer had haar ooit eens gezegd dat iemand die niet kan delen, eigenlijk ook niet kan vermenigvuldigen. Die uitspraak was er altijd bijgebleven. En nu zij er zo over nadacht, misschien ook wel de Twitterquote die zij zocht. En onder het motto, beter goed gejat dan slecht zelf bedacht, maakte zij een aantekening in haar geheugen. De haves moesten echter wel overtuigd worden. Bij mensen die meer te verliezen hebben dan te winnen, regeert vaak de angst. Die trekken zich terug achter hun beschermingswal. Nee, die moesten overtuigd worden, letterlijk het licht zien dat een samenleving die verder en verder uit elkaar groeide, uiteindelijk hun beschermingswal ook zou slechten. De koek groter maken, in plaats van deze te herverdelen. Dat zou het thema moeten zijn. Minder meer. Haar idee was dat het land moest gaan, dat wil zeggen op weg naar een nieuw evenwicht. Dat idee was meer intuïtief tot stand gekomen dan gebaseerd op rapporten van management consultants of adviseurs. Mensen die op basis van ingewikkelde spreadsheets oplossingen hadden gevonden voor de grote vraagstukken. Misschien lag de sleutel wel heel ergens anders, dacht zij. Ze was er niet gerust op. In haar ogen werden er veel oplossingen aangedragen voor problemen die eigenlijk niet bestonden of zodanig onbetekenend klein waren dat zij het niet verdienden om de aandacht te krijgen die er nu aan werd besteed. Ook leek het erop dat problemen en oplossingen in spreadsheets moesten passen. Terwijl heel veel zaken tussen hemel en aarde nu eenmaal niet in getallen samen te vatten zijn. Kijk, dat Bill Gates veel beter was geworden van de lancering van Microsoft Excel, zoveel was wel duidelijk. Maar of het de wereld nou had geholpen om echt tot creatieve out-of-the-box oplossingen te komen, dat was de vraag. Wat had het haar bijvoorbeeld geïrriteerd dat het idee om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen al dood was verklaard voordat er daadwerkelijk over de inhoud kon worden nagedacht? Zonder aandacht te schenken aan de kwalitatieve opbrengsten van dit soort events. Zou dit nou niet een mooie stip op de horizon kunnen zijn? Een symbool van meer risico nemen, het avontuur omarmen, in de wetenschap dat slechts 3 generaties geleden in datzelfde land, 10 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, dit ook al eens gebeurd was. En ja, in een land dat nu vele malen welvarender is, maar blijkbaar minder bereid om te delen en niet in staat om de kwalitatieve opbrengsten in een Excel te krijgen. Olympische Spelen in Nederland, met als thema water. Ze kregen nu alweer zin in en besloot, tegen alle adviezen van haar adviseurs in, dit toch weer op de agenda te zetten. Sport als samenbindende factor van de samenleving. Daar waar de kerk het laten afweten, zou de sport de draad weer kunnen oppakken. De ringen als symbool voor de lotsverbondenheid van de mensen op deze planeet. Een duidelijk doel in 2028, maar eigenlijk was het de weg daarnaartoe waar het haar echt om ging. Een nieuwe samenleving waarin welzijn echt op de agenda werd gezet voor alle inwoners. Waar delen en vermenigvuldigen hand in hand gaan. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn, dacht zij, om van uitkeringen salarissen te maken en deze mensen maatschappelijk nuttig werk te laten doen? Indien een deel van de uitkeringsbudgetten verdeeld zou worden over instellingen en bedrijven, met de enkele mededeling dat zij dit dienden te besteden aan de inhuur van een specifieke groep mensen, zou dit dan werken? Moeten we de allocatie van arbeid en kapitaal op deze manier niet een beetje helpen? Daar wordt dan gedeeld en vermenigvuldigd tegelijk. En dan stoppen met oplossingen voor niet bestaande problemen te verzinnen. Er is geen materieel verschil tussen een nominaal en een reëel pensioenstelsel. Afblijvend dus. Als het goed is, dan is het ook goed. Spreadsheet-terreur
ongevraagde complexiteit, daar moeten we echt vanaf. Terug naar de kern, daar waar het echt over gaat. Lag het antwoord op het dieperliggende probleem in het feit dat er meer en meer mensen welvarend waren geworden. Meer te verliezen dus dan te winnen, indien zij zouden besluiten te gaan. Of zoals zij eens ergens had gelezen, moeten we nu van welvaart naar welzijn. Was het makkelijker om met z'n allen tegen de muur aan te lopen of in het ravijn te rijden, omdat we dan in ieder geval niet hadden hoeven te delen. Als zij daarover nadacht, vond zij dat zelf ook wel een beetje eng. Immers, het ging haar ook goed. En ook zij had veel te verliezen. Na volgende week, als de Pools inderdaad gelijk zouden krijgen, zou zij de eerste vrouwelijke premier van dit land zijn. Men zou naar haar opkijken voor een nieuw elan, een nieuwe richting. En het journaal zou haar daden minutieus vergelijken met haar eerder gedane uitspraken. Waarschijnlijk was daar al software voor ontwikkeld, zodat de eerste afwijking met de snelheid van het licht weer getwitterd zou kunnen worden. Als zij daaraan dacht, werd zij én nerveus en standvastig tegelijk. Haar overtuiging was alleen maar sterker geworden dat bepaalde keuzes gemaakt moesten worden en dat het handhaven van de status quo uiteindelijk meer risico met zich mee zou brengen dan wanneer zij op reis zouden gaan. Het onbekende tegemoet, met de vaste overtuiging dat de reis misschien moeilijk zou zijn, maar dat de toekomst zonder twijfel lag in een all-inclusive samenleving. Geen linnenbandjes om de pols, geen muur om het zwembad, maar een poolparty waar iedereen aan bijdraagt en zich welkom en gewaardeerd voelt. Dank u wel.